Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur is successievelijk bezig met het ontsluiten van het district Marowijne. In dit kader vond vanmorgen de eerste glasvezelaansluiting plaats te Mungo. De lancering of de launch van het Fiber to the Home, FTTH, oftewel het glasvezelproject van Telesuur, was in oktober 2022. Nu bijkans 4 maanden later is de eerste huisaansluiting gedaan. De nieuwe aansluiting was thuis bij Kanitsha Pinas, die aangaf dat ze erg lang moest wachten alvorens zij in aanmerking kon komen voor een aansluiting. Pinas is blij dat ze nu wel internet thuis heeft. Ik heb 3 jaren lang gewacht op mijn aansluiting. Nu bent u een van de eerste mensen die het snelste internet heeft van dit gebied. Wat betekent dit moment nu voor u? Nou, ik vind het heel belangrijk en heel leuk, want ik heb zo lang gewacht voordat ik internet kon vinden. En waarvoor gaan jullie allemaal internet gebruiken? Schoolwerk en praten met mijn familie in het buitenland. Welk advies heb je naar Telesuur toe wanneer het gaat om mensen die internet aanvragen en hoe lang die mensen eigenlijk moeten wachten? Welk advies of boodschap heb je naar Telesuur toe? Hopelijk zo snel mogelijk aansluiting doen voor die anderen. Volgens Steven Chitrotaruno, onderdirecteur commerciële zaken van Telesuur, probeert het bedrijf op een zodanige manier invulling te geven aan haar roadmap 2025 dat de samenleving wordt voorzien van een groene en stabiele internetverbinding. Chitrotaruno hoopt dat klanten in het vervolg niet meer zo lang hoeven te wachten op een aansluiting als het geval was bij mevrouw Pinas. In de eerste plaats mijn breedte voor dat mevrouw Pinas bij me wacht heeft op uno. Dus weet u, dat is alvast 1 ding, want zo lang klanten laten wachten op een internetaansluiting, dat is niet wat we willen. En daarnaast, ja, het is daadwerkelijk zo dat we in dit geval specifiek ook de eerste nieuwe aansluiting op FTTH hebben kunnen realiseren. En dit is dus een van de projecten, wij noemen het FTTH fase 3, waarbij we klanten in de districten, en met name Marowijne, maar ook Nikeri, Para, Saramaka, bezig zijn eigenlijk een glasvezelnetwerk uit te rollen, zodat we de klanten die we daar hebben kunnen overnemen op dit netwerk, maar ook andere die we nog niet kunnen aansluiten, hierop kunnen aansluiten. Dus dat betekent gewoon dat we dus bezig zijn te doen wat we zeggen als Telesuur. Telesuur heeft in Mungo als test al bijkans 15 klanten gemigreerd op hun glasvezelnetwerk. Dat wil zeggen dat deze klanten zijn overgeheveld van ADSL naar een sneller glasvezelnetwerk.